Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Lira en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaartreading doen voor 20 november 2022. En ik ga drie kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. De eerste kaart voor vandaag is de kooi. Er is altijd genoeg. En dat wil zeggen van, je hebt net zoveel recht op te denken als ieder ander. Twijfel er nooit aan. Ga ook daarin niet verminderen. Hou ook die positiviteit en die warmte voor jezelf vast. Durf jezelf ook met bepaalde dingen misschien juist wat meer vooraan te zetten. En daaruit je stappen te nemen. En bepaalde dingen meer voor jezelf op te eisen waarbij je het misschien ook inderdaad nodig hebt. Geef niet zomaar alles weg. De tweede kaart is de cheetah. En dat wil zeggen van snelheid, activiteit, behendigheid. Kijk goed vooruit. Zet goed je stappen. Heel erg mooi. Doorbraken maken, veranderingen maken. En de derde kaart is de kaart van magie in het leven. En magie hebben we allemaal in het leven, hebben we ook allemaal nodig. Vertrouw ook op de magie in jouw leven. Wetende dat ook voor jou de wensen, de dromen, de wonderen uit kunnen komen. Als je er maar op durft te vertrouwen. En misschien ook inderdaad misschien bij momenten even eens wat sneller durft te handelen. En er ook erin te vertrouwen dat er ook voor jou dus ook inderdaad dat stuk ook altijd genoeg is. Heel erg mooi. Ga je wat mee doen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.